En nou ben ik op zoek naar Kees. Goeiedag. Kijk, ik ben op zoek naar Kees. Dat is die achter mij. U bent Kees. Ja? Dit is een overval. Hallo, Marianne Schuurmans. Zet hem allemaal hier. Ja, kom mee. Ik kan me voorstellen dat u schrikt, maar het komt uit een goed hart. Ja. Wij gaan even hier staan. Nou. Ja, beste Kees, 17 juli 2014 staat in ons geheugen gegrift de dag dat de MH17 door een luchtdoelraket boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Zoveel mensenlevens gingen die dag verloren en voor de nabestaanden is het verdriet ondraaglijk. Jij bent vanaf de eerste dag betrokken geweest bij het monument MH17 in Vijfhuizen. In theorie doe je de onderhoud. Je bent te grote motivator van de onderhoudsdagen en de door jou bedachte technische hulpmiddelen helpen daarbij. Maar in de praktijk ben je veel meer dan dat. Want met jouw toewijding voor het park en de bomen zorg je ervoor dat de nabestaanden een tastbare herinnering hebben. Bovendien heb je altijd oog en een luisterend oor voor de bezoekers en voor de nabestaanden. Daarmee heb je bij heel veel mensen de scherpe kant van het verlies en het verdriet kunnen steunen. En ze zijn daar jou enorm dankbaar voor. Kees, iedereen kan op jou rekenen. De tennisbaan, waar jij al ruim 40 jaar lid van bent en naar men vermoedt zo'n 25 jaar vrijwilliger, wisten het niet precies, maar wel heel lang. En nog wel langer. Het onderhoud van het park en de kantine, jij doet het, Kees. Legen van vuilnisbakken, de baan droogmaken na een regenbui, het opruimen van het herfstblad op de baan, je draait er de hand niet voor om. En ik hoor van de andere leden dat er weinig tennisverenigingen zijn die er zo goed uitzien als TVV. Logisch, die andere tennisvereniging hebben jou niet, Kees. Nou, we zijn er nog meer, hoor. En, oh ja, als je in het zonnetje wordt gezet bij de jaarlijkse vrijwilligersdag, dan neem je je vrouw Monika mee. Die ik trouwens ook wel hier uitnodig om jouw hand vast te houden, die Monika. Die is er niet? Nee, die zal er niet zijn. Heel bescheiden achterin, maar Monika, misschien is het wel fijn om naast Kees te komen staan. Normaal zit ze bij de moeder. Hallo. Hallo. Marianne, ik ga daarnaast staan. Ja. Wist je het allemaal? Ja. Want je neemt haar heel vaak mee, want ook jij vindt dat zij ook in het zonnetje moet staan. Omdat zij al die dagen dat jij aan het werk bent, alleen thuis is. Gelukkig voor het dorp ben je met pensioen, want dat betekent dat je nog meer mensen kunt helpen. De ouderen in Vijfhuizen weten dat. Je staat altijd voor ze klaar als er een klusje gedaan moet worden of als er iets gerepareerd moet worden. Los en scheefliggende stoeptegels worden rechtgelegd. De Jeudeboelbaan ligt er spik en span bij. Het Vliegersplein, maar ook het plein bij het dorpshuis, de Oude Waterwolf, zijn allemaal jouw werkterrein. En ook hier ben je veel meer als klusjesman. Je biedt ook daar een luisterend oor en je spreekt mensen moed in als het nodig is. En heb ik de feestweek al genoemd? Dacht het niet, want die zou niet zijn kunnen worden georganiseerd zonder jou, Kees. Sterker nog, als iedereen op zondagmorgen nog op één oor lag, dan was jij alweer op pad met je bladblazer om de boel op te ruimen. Ja, ik word heel goed ingefluisterd. Zonder dat daar werd om gevraagd, je deed het gewoon. En met zoveel om handen zou je denken dat je dit pas bent gaan doen na je pensionering. Maar dat is helemaal niet waar. Jij doet al vanaf je 15e vrijwilligerswerk bij sportvereniging DSOV. En dat ben je altijd blijven doen, ook toen je bij KLM werkte. Beste Kees, de samenleving heeft mensen zoals jij nodig. Mensen die zonder daar al te veel woorden aan vuil te maken, gewoon er zijn voor anderen. Dat lijkt gewoon, dat is bijzonder. En daarom heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ik ga even met de hand erachter, ja. Anders spreek ik in je borst. Van harte gefeliciteerd. Ja. In de polder van Noord-Holland schijnt het licht speciaal op u deze keer als bewoner zo betrokken bij de gemeente Haarlemmermeer. Mocht de koning u behagen, u te ere voor uw werk groot en klein, en dan is het heel bijzonder vanaf nu onderscheiden te zijn. Voor de tennisvereniging al zo lang een kloppend hart. Onderhoud monument MA 17 vanaf de start. Bij technische klusjes en onderhoud zal hij er zijn. Feestweek Vijfhuizen, daar vind je hem op het terrein. Burgemeester Schuurmans komt langs. Oh, dat is toch een eer, een koninklijk tintje, een lintje, hier in de Haarlemmermeer. In de polder van Noord-Holland schijnt het licht speciaal op u deze keer, in de mode zo betrokken, in de gemeente Haarlemmermeer. Mocht de koning nu behagen, u te eren voor uw werk groot en klein, en dan is het heel bijzonder vanaf nu onderscheiden te zijn. La la la. Dan ben ik nog niet klaar. Ik heb, de gewoonte is een bloemetje, maar het is eigenlijk toch wel leuker. Alleen het gezelschap is iets te groot. Daar hebben we in voorzien. Oh. Nou, we hebben in ieder geval speciaal voor je een taart laten maken. Die niet alleen zo mooi is dat je hem bijna niet aan durft te snijden, maar ook erg lekker. En ik zou heel graag een foto willen maken met jullie. En de taart erbij. Is dat goed dat we het zo doen? En dan moeten we de onderscheiding ook goed zien. Anders zo dat je met deze mensen op de achtergrond... Ja, zullen we omdraaien? Want dan staan de mensen op de achtergrond. Ja, sorry. U komt er allemaal op nu. Gaat u erbij staan? Anders komt u... Ja? Samen, ja? Andersom. Anders zie je de taart niet, hè? Zo, kijk eens. Nog eens een taart. Ja.